En we krijgen nieuwe wanden, maar ik draai even de camera om. Wandenman is nog toe. Ja. Dus we krijgen nu all season wanden. Ja. Ik heb er niet zoveel verstand van. Maar dan kunnen we weer even vooruit. En achteruit. En achteruit. We gaan even wachten. Zien jullie dit? Het is het resultaat van een navigatiesysteem wat ons regelmatig de Rambla instuurt. Ja, daar zijn we natuurlijk niet blij mee. Dat is bij alle vier de banden zo. En nou, we zijn net bij een bandenmannetje geweest. Het was eigenlijk een bandenvrouwtje hier in Mazaron. En we kunnen morgen al terecht, want hier moeten echt nieuwe banden op. We verliezen spanning. Het ziet er niet goed uit. Het lijkt mij niet zo veilig. Dus morgen om 4 uur kunnen we gelukkig al terecht. En dan komen er op... Godzak, ben ik het vergeten. Super. Michelin, toch? Ja, Michelin. En dan iets met supercontact dinges. In ieder geval all-season banden. Omdat deze auto vierwiel aandrijving heeft, mag je in Duitsland met all-season banden rijden in plaats van met winterbanden. Dus vandaar dat we het hebben gekozen. Want de kans is ook nog aanwezig dat wij tijdens deze winter nog even naar Duitsland moeten. Maar dat gaan jullie dan zien. Eerst morgen nieuwe bandjes. En dan is dat ook weer een hoofdstukje gedaan. En... Leuk hè, de postbode was er net. Moet je kijken, een zelfgemaakte, nou ben ik ook de naam hier weer van kwijt, weet ik nou, magical, een soort borduren met steentjes. Ja, nou vullen jullie maar aan hoe dat heet, ik ben de naam even kwijt. En als ik het misschien zoek op, zet ik het eronder. Maar er zijn er heel veel overwinteraars, als het dan wat kouder wordt en 's avonds, dan doen ze dit soort dingen. Dan kun je hele schilderijen van maken, weet ik het wat, maar... Zo leuk. Dat is een leuke gewoonte ook, hè? Iedereen hier... Magda en Geert, dankjewel, hè? Ja, dat is prachtig. Mensen die gaan dan hier zelf als postbode rondlopen en dan krijgt iedereen een kerstkaart. Ja. Dus wij moeten ook nog even kijken of wij er iets mee gaan doen. In de zon. Nou, dat zal ik even zeggen. Wij doen altijd een digitale kaart. Want dat kerstkaart heb ik eigenlijk al, nou, bijna... Nou... Dik 20 jaar. 74 jaar. Nee, dik 20 jaar dat ik het niet meer doe. En dat geld gaat dan naar gewoon naar een goed doel. Precies. Ja. En wij lopen wel bij de mensen langs. Ja. Nou, nog even iets totaal anders. Misschien weten jullie het wel. We hebben onze eigen internet. Ons eigen wifi-netwerkje. Hier op onze pitch. En die begon een paar dagen geleden ineens storing te vertonen. En ik ga jullie even wat laten zien. Daar op het receptiegebouw. Kun je zien, daar staan allerlei antennes. En wij hebben hier op ons terrein ook een antenne. En die twee die communiceren met elkaar. En dan, zo krijg je een signaal binnen. Aan die laatste antenne zit dan een router vastgebonden. En we hebben ons eigen wifi-netwerk. Nou, zoals gezegd, er kwam in één keer storing. Een dag of 4, 5 geleden nu. En... even gekeken. Hi. Wat het was. Nou, wij kwamen er niet uit. De engineer, zoals zij het noemen, van CompuServe, want zo heet dat bedrijf, die kwam er ook niet uit. Dus die komt vandaag langs om een nieuwe antenne te plaatsen. En ik hoop dat dat het probleem oplost, want we konden nog niet eens het nieuws meer kijken. En dan, ja, wat doe je nou zonder nieuws, hè? Dat kan niet. Dus we zijn in blijde verwachting. Hopelijk komt die snel. En dan... kunnen we weer wat doen. Want wat is het leven zonder internet? Goedemiddag. Wij zijn gearriveerd bij de bandenman. En we krijgen nieuwe wanden. Maar ik draai even de camera om. De bandenman is nog toe. Ja, servizio rapido. Nou. Ja, niks. Servizio rapido. Maar ik ben er wel blij om.
Want ik vond die kapotte banden toch wel een dingetje. Ja, er zitten complete gaten in het loopvlak van de banden. Omdat je, ja, je hebt nou eenmaal veel stenen in Spanje als je op sommige wegen rijdt. Soms is het gewoon onverhard. En dat zijn best wel scherpe steentjes en dan krijg je echt hopjes eruit. Ja. En ik denk ook wel dat we wat lekjes hebben, want we verloren vrij veel druk. Ja, en dan waren het ook niet echt off-road banden, hè? Nu. Nee. Dus we krijgen nu all-season banden. Ja. Ik heb er niet zoveel verstand van. Maar dan kunnen we weer even vooruit. En achteruit. En achteruit. We gaan even wachten. En dit is ook Spanje. Via, via, via hoor je dan waar je dan moet zijn. En dan zitten we ergens in een achterafstraatje aan een N-weg. En daar is dan dit bedrijf. Nou, hij staat op de brug. En dan gaan de bandjes erop. En zo ziet het er dan uit. Geweldig. Echt lopende bandwerk hier. Even kijken of de andere kant al... Oh, daar zitten ze al op. Mooi hoor. Tenminste, dat zeg ik wel. Ja, dat denk ik. Wat een business, hè? Huh? Wat een business. Ja, gaat het snel, hè? Ja. Ja, dat zijn wel... Dat is een grof profiel dan wat we hadden. Dat is wel goed. Ja. Oh, dat gaat best goed. Bijna Formule 1. Dan krijgen we max. Ik zie net 2,8 seconden heeft hij. Oh nee, problemen linksachter. Hij zat wat vaster dan normaal. Nieuwe bandjes, ze zitten erop. Mooie bandjes. Helemaal uitgelijnd gedaan. Ja. Kunnen weer een beetje rijden. Mooi, hè? Ja, nou ja, mooi. Ze zijn ook zwart. Ik ben wel blij dat we nu all season hebben. Dat we gewoon, wat er ook gebeurt, dat we kunnen rijden. Hè? Ja. Het is wel een apart profiel wat erop zit, hè? Vertel waarom. Nou ja, het profiel is natuurlijk op een band gemaakt om het water af te voeren, in principe. Ja. En dat zou bij deze best wel goed zijn. Zeg. Ja. Dat moet even helpen. De nieuwe bandjes rijden we weg. We merken dat meteen. En kijk eens even, we hebben zeemist. Dat ziet er wel heel zeg maar bijzonder uit, hè? Ja, die zon apart. Zo. Beetje, ja. Een beetje mystiek. Ja. Ja. Ja, dat is deze, in deze periode van het jaar is dit best bijzonder. Want normaal heb je dit richting het voorjaar toch. Hè? Dan is de zee koud en dan is het op het land warmer en dan ontstaat dus die zeemist. We hebben het nu gewoon, eigenlijk is dit al de tweede dag. En we hebben het nu al een stuk of 4-5 keer meegemaakt sinds we hier zijn. En dat is bijzonder. We gaan lekker onderweg terug naar de camping. En dan gaan we kokkerellen vanavond. En waarom we gaan kokkerellen? Nou, we gaan op trip. We zouden morgen al op trip gaan, maar dat bezoek komt ook naar ons toe. En die hebben ook nog de zeemis niet meegemaakt. Dus ja, alles moet een eerste keer zijn. Zo'n vluchtige heer, hoor. Ja. En we zijn al bezig met busken te pakken. En dan gaan we donderdag eindelijk op tour. Yeah! En het leuke is, wij zijn ambassadeur voor Campy. En we gaan dus een trip maken die daarna dus ook online te vinden is in de Campy app. Hebben jullie er al eens gekeken? De Campy app is echt heel handig. En ze zijn gewoon heel erg aan het ontwikkelen. En dat is super. En nu gaan we naar huis? Ja, we gaan zeker naar huis. Ja. Ja. Het is frisjes aan het worden, hè, met die zeemist. Ja. Dus waarschijnlijk gaan we ons in de voortent verstoppen. Ja. Achter het kookstelletje. En dan gaan we voor 2 dagen eten klaarmaken. Ja. Dan hoeven we daar in ieder geval niet aan te denken op ons roadtripje. Ja. Ja. Heb je al gezegd hoe lang we gaan trouwens? Nee, 3 tot 5 dagen. Ja. We zitten geheel onverwachts en onaangekondigd in een stevige wind.
Wij zijn de bus aan het klaarmaken voor ons aanstaande vertrek. Onze buren, die zijn ook vertrokken. Die zijn lekker een paar dagjes naar de Sierra Espuña. Jongen, ik hoop dat ik te verstaan ben. En zij hebben zo'n opblaasvoortent, een driveway. En we keken net naar binnen en alles, echt alles, was over de grond gegaan. De tent was even plat gegaan en alles was binnen omgegaan. Dus ja, alles zoveel mogelijk op de grond gezet. Een beetje gestut. En wij wachten nog eventjes met weggaan. Onze voortent staat prima daar. Maar zo, wat een wind. Maar wij wachten eventjes met weggaan tot het wat minder hard waait. Je ziet ook hier die toldo. Die beweegt heel het heen en weer. Het is maar goed dat we de waslijn eraan vast hebben zitten. En we zijn vertrokken. We zijn vertrokken. De wind is er nog steeds. Best wel een beetje boelveel. Maar ja, we hebben toch alles achtergelaten. Sleutel ingeleverd. En vamos. Ja, de wind gaat dadelijk liggen als het goed is. En je kunt je beeld niet zien, zelfs als je omdraait. Maar de zee, echt één grote... We rijden daar eigenlijk wel even langs. Ja. Allemaal witte kopjes. Ja. En het was dus een onaangekondigde storm, hè? Ja, dat is dus niet waar. Want de mensen van nummer 8 zeiden... We wisten het, hè? Die hebben het aanzien komen. Ze moeten toch eens vragen welke app zij dan hebben. Mensen van nummer 8. Want die hadden dus heel goed hun markies al ingehaald van de camper. En wij, bij ons was het gewoon helemaal prima. Hè? Ons windscherm staat ook als een huis. Ja. Maar de tent van de buren... Ja. Die heb ik gefilmd. Ja. Dat ga je zien. Ja. Op de rotte. Alle palmbomen staan netjes naar links. Wat met die rommel die? Kijk eens, al die witte kopjes. Ja. Maar het vreemde is, de wind komt uit het westen. Ja. Wat je dus ziet, dat is dus het stof wat de wind op doet waaien. Het gaat echt gigantisch te keer. En net dwarrelde er een struik over de straat, zag je dat? Nee. Ons stroomklepje is ook alweer opengewaaid. Oh. Nou, daar op pad. Maar wel een blauwe lucht. Ja, dat wel. Wat denk je? We staan in Saks. Het eerste plekje was niet wat. Het is een camperplek. Het is strak blauw, nog steeds winderig. We gaan maar eens een beetje blikken hier. En wat eet jij? Ik bestel een vegetarisch broodje, zegt die man. Tonijn of kip? Dus ik, vegetarisch broodje. Ja, tonijn of kip? Nou, doe dan maar kip. Nou, we zitten... Ik heb iets met ei en vlees en weet ik allemaal wat. Het ziet er heerlijk uit. En... Nou, we zijn in Saks en we gaan het dorpje bekijken. We gaan denk ik in de buurt overnachten. Ik ga eerst maar lekker rijden, we praten straks wel verder. We zijn 150 kilometer verder, maar we hebben hier in de regio rondgereden. Gaan we dus nu naar een kleinschalige camperplaats bij denken een wijnboer die ook B&B en glamping doet. Sla linksaf. Ik moet even weer naar de navigatie. Monumentos. We gaan de hoogte in. Dit ziet er al mooi uit. Kijk eens even. Na 200 meter hebt het bestemmingsgebied. We zijn heel benieuwd. Nederlanders die in 2021 hier naartoe geëmigreerd. We gaan hier naar beneden. Na 200 meter hebt het bestemmingsgebied. Jeetje, spannend dit hoor. Offroad. Daar gaan de nieuwe banden. Ja, we rijden gewoon recht tegen de zon in. Oh, hier is het hek. Dit is het hek, ja. Nou, dit ziet er al mooi uit. El Chico. Familie Audio. Ik ga even kijken, want ze hadden een appje gestuurd.
rijdt naar het noordwesten. Sesam open nu. Ik weet niet waar we naartoe moeten. Maar... Geen idee, maar we gaan maar. Er zullen wel bordjes zijn. Nou, dit ziet er al super netjes uit, zeg. Heel netjes. Ja. Groot grondstuk. Ja. Zij zetten maar tussen de bomen. Ja. We gaan eens even blikken. Daar komt het. Nou, we staan. Ik heb net de sleutel eruit gehaald. We staan op ons plekje. Dit is ons uitzicht. En we gaan even installeren. Prachtig terrein hier. 25.000 meter. Geweldig mooi. Ondergaande zon. Twee mooie honden. We gaan de bus even klaarmaken.